Hallo allemaal, hier Carole Overmaat vanuit Nederland, Latem. Ik ben nu op het park bij mijn vader. Mijn vader die woont in Latem en op dit park woont ook Thijs van Leer. Jullie allemaal wel bekend van de groep Focus. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met hem gaat, want hij was hartstikke beroemd. Hij is nog steeds beroemd, hij is nog van allerlei dingen aan het doen, maar ik denk dat we in Australië niet precies weten wat hij aan het doen is. Dus kom, gaan we even kijken. Gaan we mee. Artiesten achterom. Wat zeg je? Artiesten achterom. Ja. Moet ik achterom? Nee, dat je het je afvraagt is al zo leuk. Hallo. Ja, hallo. Welkom. Dank u wel. Ja. Nee, dit is ooit gebeurd. Ja, we hadden een keer ruzie met de leden van de band Focus. Ja. En toen zei mijn vrouw, nou, ik wil ze eigenlijk nooit meer de deur door hebben. Ze moeten maar achterom komen. Toen heeft ze dit bordje laten maken. Dat is natuurlijk totaal onzin. Maar dan zitten mensen soms zich af te vragen van, nou, hoe moet ik nou? Ben ik nou artiest genoeg? Moet ik dan achterom? Of is het een grap of zo? Dat is natuurlijk een pure grap. Ja. Dat is natuurlijk totale waanzin. Wel lachen. Ja. 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 Oké, nou, wij gaan via de voordeur naar binnen, denk ik. Ja, kom binnen. Dankjewel. Zo. Ja, wauw. En hier zijn al je... Ja, niet alles, maar wel een aantal. Ja. Dit is 2 diamanten van Nederland. Ja. Dus Introspection 1 en 2. En is dit allemaal van Focus? Nee. Ook van mijn solo. Dit is solo, dit is de best verkochte plaat. Oké. Okay. Alle tijden. Wauw. Van Nederland. Cool. En, Engeland zit ertussen, België, Nederland. Dus, leuk behangetje. Leuk behangetje, ja. Super tof. Ik dacht afgelopen jaar, mijn doel is, volgend jaar wil ik met Thijs spelen. Ja. Dus toen heb ik meer geoefend. Ja. Maar, en dat is toen niet gebeurd. Dat is niet zo heel veel gebeurd. Nee, dus dat gaan we dadelijk proberen. Oh, wat leuk. Ja, leuk. Wat geinig. Ja, dat gaan we proberen. Nou, kijk of kom het verder. Ja. Dit is goud. Wauw. Ja. Voor klassieke muziek is dit het mooiste. Ja, oké. Okay. Deze is, heeft een soort omvloerste, een soort windgeluid wat ik wel mooi vind. Het heeft een soort extra windje. Heeft het ja. Zitten. Heb ik dat ook? Okay. Zo, een mooi instrument. Mag ik erop spelen? Ja, hij is mooi, hè? Ja, mooi, hè? Eerst ben ik een trio geweest met Martijn Drester op bas en Hans Kleuver drums. Ja. En dat heette eerst Trio Thijs van Leer. Toen heb ik het herdoopt tot Focus. Ja. Dat vond ik een mooie naam. Het was het idee van to focus upon. Dus zich ergens op concentreren, ergens op richten. Dat vond ik een fijn idee. En ik wilde ook eigenlijk met muziek mensen verdiepen, zeg maar, in zichzelf. Hm. Dat muziek een soort middel kan zijn, of een soort transportmiddel, om je meer te concentreren op je eigen innerlijk. En misschien je eigen, nou, misschien wel je eigen problemen op te lossen. Nou, dat ging zo. Ja.
experimenteel. Super. Onze eerste hit. Ja. In Nederland en in Vlaams-België. Hmm. En in Amerika en Engeland werden we pas opeens heel beroemd door een stuk dat heet Hocus Pocus. Ja, dat was ook echt experimenteel. Het was de eerste keer dat er in de westerse popmuziek werd gejodeld. Mm-hmm. En dat is ontstaan tijdens de repetitie. En daar begon de gitarist, Jan Akkerman was dat toen. En dan deed hij... En dan een drumsolo van 2 maten. En dan deed ik opeens... En dat was hem. Ja, dat wisten wij ook niet. Nee. Maar toen zei de producer, die nu helaas niet meer leeft, Hubert de Hegge, jongens, we gaan een single hiervan maken. Ja. Oh, zeiden we, leuk. Hoe zullen we het noemen? Ik zei, nou zullen we het iets noemen wat rijmt op focus. Jodocus, locus, krokus, hocus pocus. Yes! Ja, leuk. Maar iedereen denkt dus dat het magic is met de hoge hoed. Maar helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon zomaar ontstaan tijdens een repetitie. Ja. De meeste stukken die ik dan schrijf voor Focus doe ik maanden over. Mm-hmm. Achter de piano en alles opschrijven. Maar Hocus Pocus is gewoon ontstaan in een jam tijdens de repetitie. Ja. En dat werd onze grote doorbraak. Eerst Engeland, toen Amerika, toen Australië. Wow, je bent ook wel in Australië geweest. Ja, dat was fantastisch. Wow. En we hebben echt fantastische stukken van Australië gezien ook. Ik kan me herinneren op het eiland Rotnest bij Perth. Ja. Hebben we nog paard gereden een hele dag. En die paarden die kenden de weg en de paden. Dus dan zat je gewoon op het paard en het paard stuurde jou. Mm. Dat was heel erg leuk. Dat was enig. Samen met Jan Akkerman heb ik dat gedaan. 2 paarden met 2 kereltjes erop. Nou, Adelaide weet ik nog, de dierentuin, die vond ik heel mooi. Melbourne vond ik prachtig. Was ook schitterend klimaat toen en ontzettend aardige mensen. Sydney vond ik leuk, daar heb ik ook familie wonen. Oh, ja. Mijn oom die heeft daar gewoond, helaas leeft hij niet meer, maar die heeft op Castle Crag gewoond, uitkijkend over de stad Sydney. Mooi. En had een zaak in moderne furniture, hoe noem je dat? Meubels. Ja. Vooral Deense en Finse en Italiaanse import. Mm. Artes heette de winkel, A-R-T-E-S. En zijn kinderen die wonen allebei in Australië nog. Mm. Julian en Madeleine. En ook zijn eerste vrouw is helaas ook gestorven. En zijn tweede vrouw woont ook nog in Australië. Mm. En... zij is Nederlandse. Oh ja. Ja. Maar we werden ontzettend leuk door hem ontvangen. En een paar leden van de band van Focus mochten bij hem logeren. En hij heeft allerlei dingen laten zien. We zijn ook naar de Aborigines geweest, uiteraard. Een hele dag. Mm. Dat was heel bijzonder. Mm. Ja. Heel fijn. En wat voor muziek ben je nu vooral ook aan het spelen? Je bent met Focus aan het spelen, maar je bent ook jazz aan het spelen, hoorde ik. Ook, ja. Wil je iets horen? Ja, dan gaan we wat horen. Oké. Sylvia. Dat was een achtergrondzanger bij Ramses Shaffy. Oh. En ik zat ook bij Ramses Shaffy. Daar ben ik, zeg maar, door toeval ben ik daar terecht gekomen. En dat is het begin van mijn zogeheten carrière geweest. Mm. Achtergrondzanger bij Ramses. Ah. En Ramses is voor mij nog steeds, en was dat toen ook, de grootste singer-songwriter die wij ooit hebben gehad in Nederland. Hij was helemaal geen Nederlander. Hij was half Egyptenaar, kwart Frans en kwart Russisch. Okay. Maar het is de beste Nederlander. Maar goed, de grootste zangers in Frankrijk zijn ook geen Fransen. Nee. Jacques Brel is een Vlaming. Ja. En Aznavour is een Armeen. Dus ja. Ja. En u zelf bent wel Nederlands?
Wat zeg je? Je bent wel zelf helemaal Nederlands? Ja, ik ben gewoon een Hollander. Gewoon een pure Hollander? Ja. Ja. Als het jazz en dan denk ik aan... komt uit een soort intellectueel gezin. Haar vader was directeur van het Rijksmuseum. Maar daarvoor was hij dominee, remonstrants dominee. Nou, en mijn vader komt ook uit Amsterdam en zijn vader was directeur van een behangselpapierfabriek in Amsterdam-Noord. Frans van Leer heette die. Mijn vader heet Ed van Leer. En Frans en zijn vrouw, Nettie, die zijn doodgemaakt door de Duitsers in de oorlog, omdat ze Joods waren. Okay. Dat moest meteen maar verdwijnen met 6 miljoen anderen. Wow. Ja. En mijn vader kwam terug uit de oorlog met zijn fluitbrevet. Dat had hij in Zwitserland, daar kon hij naartoe vluchten. Heeft hij heel snel fluit zijn brevet gehaald van het conservatorium. Toen via allerlei routes als Engelandvaarder teruggekomen. Heeft ons als soldaat bevrijd van onze geachte Oosterburen. En ook in het begin heeft hij al gevochten op de Grebbeberg als soldaat van 20 jaar. Toen was hij 25 en toen was de oorlog voorbij. En toen kon hij kiezen of fluitist te worden in het concertgebouw. Ik geloof tweede. Of zijn vader, die niet meer terugkwam uit de oorlog, op te volgen in de behangselpapierfabriek. Ja. En dat laatste heeft hij gekozen. Ja. En hij dacht, ja, als fluitist moet ik op een zolderkamer gaan wonen in Amsterdam. Ja. En als directeur Eender NV was dat toen, kan ik misschien wat dubbeltjes sparen om de kinderen wat extra les te kunnen geven. En ik hoorde mijn vader natuurlijk altijd prachtig Bach spelen. Die speelde echt ideaal. Die zei ook altijd tegen mij, je moet niet naar fluitisten luisteren, maar alleen maar naar violisten, cellisten en zangers. Want die hebben het mooie vibrato. Ja. De meeste fluitisten die flapperen zo, weet je wel. Die doen zo. Ja. Echt een mooie toon van... Met een gecontroleerd vibrato. En dat heb ik echt van hem geleerd. Hij zei altijd, een mooie toon maken is belangrijker dan heleboel nootjes. Heleboel per minuut, zoveel noten per minuut. Je vertelde eerder dat je per ongeluk bij Ramses terechtkwam. Kan je daar wat meer over vertellen? En toen repeteerden we inderdaad in Felix Meritis bij de communisten. Ja. En toen zei iemand van toneelgroep Centrum, ik geloof dat het Vert Sternenberg was, je moet Ramses Shaffy bellen, want die zoekt nieuwe mensen voor zijn nieuwe club, voor zijn nieuwe groep, voor zijn tweede programma. Ik had dat eerste programma van hem net gezien. De allerlaatste keer in het kleine zaalconcert gemaakt. En ik was er helemaal stuk van. Zoals hij daar met, wat had hij, bretels had hij aan. En een pet op. En helemaal als gamin, als schooier zag hij eruit. Maar wel een prachtige blouse. Ja. En Lisbeth List was dan in het lang. En toen heb ik diezelfde avond, ben ik naar huis gereden. Want ik woonde toen tijdelijk weer bij mijn moeder in het Gooi. Omdat alle hospita's me hadden uitgegooid in Amsterdam, omdat ik muziek maakte. Daar houden hospita's niet van. Nee. En toen heb ik die volgende ochtend gedacht, oh god, ik moet die Ramses Shaffy bellen. Het was 5 december. Ik denk, laat het meteen doen. Zijn geheime nummer. Hallo, meneer Shaffy. Hallo. En mijn naam is Thijs van Leer. Ik wou auditie bij u komen doen. Ik was zo zenuwachtig. Ja, nee, ik heb al 2 jongens en 2 meisjes als achtergrondskoor. Sorry, je bent net een week te laat. En waarschijnlijk gezegd te hebben tegen hem, dat kan ik me niet herinneren, maar hij heeft me veel mee gepest. Ja. Meneer Shaffy, ik geloof dat ik bij uitstek geschikt ben voor jouw nieuwe groep. Toen moest hij als Homerus lachen aan de andere kant van de telefoon. Toen zei hij, als jij binnen een half uur bij me kan zijn, en ik zat in Huizen en ik moest naar Amsterdam, dan wil ik nog wel 1 liedje van je horen, want ik ben me aan het opkurken met zwart, als Zwarte Piet, voor een feest bij de Orlofs of bij Paul Huff, een van die mensen. En ik ga daar naartoe met Albert Mol en die is ook al half zwart. Oh. Nou, ik heb toen de auto van mijn moeder gejoyed, eerste en laatste keer in mijn leven.
ik wist waar de sleuteltjes van de auto, de tweede sleuteltjes in de lepel lagen. Mm. Ik wist ze te vinden. En mijn moeder was helemaal in de achtertuin. Ik denk, als ik daar nog helemaal naartoe moet lopen, dan is dat half uur, geen half uur meer. En ze kan misschien nee zeggen. Mm. Dat kan ik ook niet gebruiken. Dus heb ik de auto meegestolen. En ben met smeltende motor, traffic lights negerend, naar Amsterdam gereden. En dan moest ik naar de derde wetering Dwarsstraat. En dan moest ik bellen bij Geentje Gleilewind. En dat was souffleuze. Dat was hij. Ja. Geentje Gleilewind, souffleuze. Nou, ik bellen. Trillend van de zenuwen. En wie stond daar in de deuropening? De grote Shaffi. Ah, oh, cool. Inderdaad, half geschminkt, zwart. Met een pofbroek aan en maillot. Ontzettend leuk. En toen zegt hij, kom maar binnen. Ik wil één liedje van je horen. En toen moest ik mijn... I had to blunder my way through 400 lege wijnflessen. Slalom zo door de gang. En toen kwam ik binnen. En daar zat inderdaad Joop Admiraal, zijn vaste vriend toen wij die mee samenwonen. Albert Mol, half gekurkt. En Marina Schaper, een vrouw die ook niet meer leeft. Ze leven allemaal niet meer. Mm. En Shaffi zelf. Mm. En toen ging hij op de rand van zijn bedstee zitten en zei, ga maar spelen. Moest ik op een hele grote lange vleugel moest ik een liedje spelen. En dat liedje, dat had ik net gemaakt. Daar had ik ook een interscholaire wedstrijd mee gewonnen. Want de scholen in het Gooi, die deden soms culturele wedstrijden. Nee. En het was heel Shaffiaans, dat liedje. Mm. maar... Goed, ik speel dat voor hem, het ging zo. De wind en de wolken, de zee en de zon, met de maan en de sterren erbij. Een beek, een rivier, een fontein en een bron, dat alles ben je voor mij. Geen ogenblik laat de gedachten me los, aan de vorm van je handen, de kleur van je blos. De wind en de wolken, de zee en de zon, alles ben jij. Nooit zal ik vergeten, liefste, de nachten samen met jou. Altijd blijven herinneren, liefste, je ogen als meren zo blauw. Je bent nu bij hem, in een andere stad. Met andere huizen en straten, vergeet wat we samen hebben gehad. Nu jij me voorgoed hebt verlaten, maar wat is het nut van het hele bestaan als wij met z'n tweeën niet verder meer gaan? Toch ben je en blijf je de enige vrouw van wie ik hou. Met de maan en de sterren erbij. Een beek, een rivier, een fontein en een bron. Dat alles ben je voor mij. Geen ogenblik laat de gedachten me los. Aan de vorm van je handen, de kleur van je blos. De wind en de wolken, de zee en de zon. Alles ben jij. Nooit zal ik vergeten, liefste, de nachten samen met jou. Altijd blijven herinneren, liefste, je ogen. Als meren zo. Blauw. Ja, blauw. Heel goed. Nou, mooi. En dat vond Ramses zo mooi. Toen kwam die, stond hij zo als slow motion. Hoe moet je dat ook weer? Ja, slow motion stond hij op. En toen kreeg ik een accolade van hem. Mm. Voor het eerst van mijn leven een accolade van een vent. Ja. Ik schrok me dood. Hij zei, je zit erbij. Zullen we nog een klein stukje spelen of liever niet? Ja, ja, graag. Oké. Okay. A pair of pants.
En hoe kom je nou zo hier in Latem beland? Vriendin van Annelies met haar man woonde hier al op Latem, moet je zeggen, op. Zitten we op Latem, ja? Ik was, en Annelies ook wel, Annelies, waren wel verliefd op dit hele gebied hier. We vonden het namelijk niet Nederlands hier. Mm. Een beetje Canada-achtig, misschien een beetje Australië zo. Heel internationaal hebben we het gevoel hier. Mm. En al die watervogels en de rust. We vonden het prachtig. En op een goed moment, en dat is alweer 12 jaar geleden, zijn we hier naartoe verhuisd. En zijn heel erg blij dat we hier zijn. Hmm. Heel erg blij. En we hebben ook hele fijne, leuke en lieve vrienden hier. Heel bijzonder. Hmm. Niet heel veel, maar wel fijn. Genoeg. Ja. Je hoeft maar een paar te hebben om het echt fijn te hebben natuurlijk. Ja. 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 Maar helemaal fijn dat we mochten komen. Ja, ontzettend leuk dat je die moeite wou nemen. Ik ja. ben heel trots op dat jullie er zijn. Wil je nog iets musiceren samen? Ja, dat is mooi. Heel mooi. Heel mooi.